staring out the window, let it snow. I don't care, today I've come back home. Memories of things I'll always know. I'll always know. Things I hold so dear. Oh, my friends and family, celebrate another year. Bells are ringing, voices singing together. Together, together, as one. Another year, feeling like it did when I was young. Waking up to sounds of dreams to come. Heartbeat racing as the lights go on, the lights go on. Things I hold so dear. In oorlogs- en conflictgebieden zijn eerste levensbehoeften zoals water, eten en een dak boven je hoofd vaak niet meer vanzelfsprekend. Ook ziekenhuizen zijn beschadigd of vernietigd, waardoor medische hulp nauwelijks meer beschikbaar is. Als je in Nederland ziek wordt, jij of je kind, dan is het vrij makkelijk. Ga je naar de dokter, krijg je een wit papiertje, staat iets onduidelijks opgeschreven. Ga je naar de apotheek, heb je medicijnen en dan ben je als het goed is weer beter. Dat is hier natuurlijk totaal anders. Midden in de bush is hier een mobiele kliniek neergestreken van het Rode Kruis en die doet min of meer hetzelfde. De mobiele kliniek van het Rode Kruis geeft spoedeisende hulp, maar ook basisgezondheidszorg zoals het wegen, meten en vaccineren van kinderen. Ook worden medicijnen verstrekt en voorlichting gegeven over bijvoorbeeld hygiëne. Cynthia is vroedvrouw en heeft de gevolgen van het gewapende conflict van zeer dichtbij meegemaakt. J'ai moi par contre, j'ai vu beaucoup. J'ai vu par des femmes lorsqu'on tirait qui devaient mettre bas. C'était difficile. On est dans le mobile, on les croise. Ils nous interpellent, elle veut accoucher, on descend. On essaie de faire si l'enfant sort, on le prend. S'il ne peut pas, on l'amène dans un centre. Ça m'a fait du mal au cœur vraiment de voir cette souffrance. Parce que s'il n'y avait pas la guerre, on n'aurait pas assisté à tout ça. Donc, on prie Dieu pour que ça ne se repose plus. Together, together, together.